trotse vader van twee gelukkig kerngezonde dochters. Maar voor een heleboel mensen is dat niet gegeven, die met een ernstig ziek kind zitten. Dus als je zoiets moois kan doen, dat doet iedereen denk ik wel wat. Dit was 3 jaar geleden. Toen gooiden ADO Den Haag supporters tijdens de wedstrijd Feyenoord-ADO massaal knuffels naar een vak vol ernstig zieke kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Omdat deze wedstrijd dit seizoen weer in het teken staat van het Sophia Kinderziekenhuis, zijn ADO-supporters opnieuw begonnen met knuffels inzamelen. De kringloop in Rijswijk is het centrale sorteerpunt en daar loopt het storm. Mensen hebben die actie gelijk omarmd en hebben zoiets gedacht van ja, voor die ernstig zieke kinderen. Nou, ik heb nog wel knuffels over, ik leef voor zin. Alleen, het zijn er in totaal 20.000 geworden. En dat zijn er net iets te veel, want de supporters kunnen hoogstens een paar duizend knuffels meenemen naar het stadion van Feyenoord. En dus is de actie Adopteer een knuffelbeer in het leven geroepen. Met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis. En dat betekent dat mensen voor een euro een beer kunnen knuffelen. Voor een euro een beer kunnen sponsoren. Een euro. En dat levert ook. We staan nu op ongeveer 5.000 euro. Exclusief toezeggingen. Dus dat loopt ook hartstikke goed. De uit hand gelopen actie zorgt wel voor een hoop sorteerwerk. Want niet alle knuffels kunnen en mogen mee naar het stadion. Zakken van mee te nemen naar het stadion, die gaan over de reling. Die hebben de verpakte, die kunnen rechtstreeks mee met de zieke kinderen, laat maar zeggen. Die zijn dan bacterievrij, de zaakjes. Dit zijn ook de nieuwe, nog helemaal gelabeld, ook nog niet aangeraakt. Die kunnen ook mee naar het ziekenhuis. Dan hebben we hier iets minder frisse, die worden gewassen, die krijgen ook een ander goed doel. En hier hebben we de knuffels die je niet kan gooien, want dan gooi je iemand gewond. Dus hele zware, die gaan we hierin stoppen. Deze worden niet gegooid. Voor jullie, alle mensen die hier ook helpen, hebben we even een dag vrij moeten nemen. Ja. Waarom doen jullie dit? Nou, het is sowieso, je krijgt een heerlijk gevoel bij je. Want je helpt mensen die het al moeilijk genoeg hebben, ouders. Het is ook heel emotioneel hoe je mensen spreekt, hoe je wordt bedankt. En hoe je ook weer, als je weer knuffels brengt naar een goed doel, de mensen die je ontvangen. Ja, ik krijg, als ik weer aan denk, dan staat het kippenvel weer huizenhoog. Ik loop al 3 weken lang met kippenvel. Ja, warmte. Trotse vader van twee gelukkig kerngezonde dochters. Maar voor een heleboel mensen is dat niet gegeven, die met een ernstig ziek kind zitten. Dus als je zoiets moois kan doen, dat doet iedereen denk ik wel wat. Voorlopig denken de supporters niet aan stoppen. Nog altijd zijn knuffels welkom.